Yo, welkom bij een nieuwe video en vandaag gaan we vragen, wat waren je goede voornemens en is het eigenlijk een beetje gelukt met die goede voornemens, want ja, 2019 is al even bezig. Wij gaan het vragen hier in Amsterdam. Hoe gaat het met jullie goede voornemens voor 2019? Slecht. Echt. Wat waren de voornemens? Een gezonder leven. En dat gaat helemaal fout. En alweer heel goed gezopen. Ook. Ja, echt goed. Ja, goed. Ja, dat gaat echt goed. Ja? Ik ben trots op mezelf. Ik sport 4 keer in de week. En ook maand januari zonder alcohol. En dat gaat ook goed. Dus trots op mezelf. Ja, nou, dat is ook niet gelukt. Heb je nog wel een sport gehad met? Nee. Ja, dat wel. Maar ik ben nog maar 1 keer geweest. 1 keer geweest in deze hele maand? Ja. Oké. Gaat dat nog lukken of denk je, heb je de hoop opgegeven? Misschien volgende week, ja. Dat gaat al sowieso mis. Vaker naar de sportschool gaan bijvoorbeeld. Is dat al gelukt in 2019? Nee. Je hebt wel een sportschool met? Ook niet. Maar ja, mijn vader bij mijn ouders. En hebben gedaan. Was niet gelukt. Was pas voor 16 jaar een ouder. Dus dat lukte niet. Goedemiddag. Lukt het een beetje met de goede voornemens van 2019? Nee, totaal niet, nee. Wat waren de goede voornemens? 20 kilo aankomen, mijn eerste 100k maken en een auto kopen. Maar ja, dat is niet zoals je kan zien, ik ben nog steeds 60 kilo, dus dat is hem helaas niet geworden, man. Ik heb nog niet echt goede voornemens, maar hij wel, volgens mij. Hij heeft sport gedaan. Ik doe niet aan goede voornemens voor een bepaald nieuwjaar. Goede voornemens kan je altijd hebben, hoeft niet per se voor 1 januari te zijn. Oké, dat is sterk. Heb je goede voornemens überhaupt? Iets gezonder leven. Altijd. Stoppen met roken. Ja, nog niet gelukt. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Ga je dit ook volhouden? Dat is de vraag natuurlijk. Nee, maar dat hoeft ook niet. Want ik ga gewoon uiteindelijk gewoon de maand januari niet drinken. En dan weer wel. Dan heb ik het gewoon een maand volgehouden. Zeg maar deze maand hou ik het wel vol. En dan kunnen we weer feesten. En dat sporten, hou je dat wel vol? Ja. Een maandje sporten en dan weer stoppen, heeft ook niet zoveel zin, of wel? Nee, precies. Maar ik ga het gewoon wel proberen. Gaat zijn gangetje. Wat waren die goede voornemens? We zijn natuurlijk net begonnen met het nieuwjaar. Ja, ook veel geld sparen, vooral. En ook mijn eerste auto kopen. En lukt het al een beetje bij jou? Nee, helaas niet. Mijn voornemen was ook niet te gaan drinken in januari. Dat ging 3 januari al mis? Nee, 10 januari. Oké. Dus we gingen poelen en op een gegeven moment kwamen we om 4 uur 's avonds thuis. Stad nog ingegaan, uit. Dus toen was het helaas. Jammer. Ja. Maar in 2019 ga je wel stoppen met roken? We gaan het proberen, maar de kans is klein. Yo, dankjewel voor het kijken. Vergeet die goede voornemens gewoon even. Skip dat gewoon. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Volg me op Instagram, Daniel.top. En dan zie ik jullie later. Dank jullie wel. Later!